Vooral in het westen van het land is het bewolkt. In het zuidoosten zijn er brede opklaringen. En vroeg in de ochtend vroeg het zelfs op een aantal plaatsen licht. In het westen komt er nog een enkele misbank voor. Maar in de loop van de ochtend lossen die snel op. Vanochtend dan, vooral in de kustprovincies, veel bewolking. Lokaal misschien een spat lichte regen of motregen. In het zuidoosten en oosten van het land, daar schijnt de zon in eerste instantie volop. Vanmiddag dan neemt de bewolking overal toe. Valt er een lichte bui. Uit dikkere bewolking kan ook wat lichte regen of motregen vallen. Maar aan de temperaturen ligt het vandaag niet met 9 tot 12 graden. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Vanavond komen er vanuit het noorden nog geleidelijk wat meer opklaringen onze kant op. In het zuidoosten blijft het nog lang bewolkt met soms wat lichte regen of motregen. En de temperatuur ligt dan rond de graad of 8. Morgen start dan best aardig. Lokaal in het noorden met kans op mist. En de temperatuur loopt uiteindelijk op naar 7 tot 11 graden. In de middag valt er wel een enkele bui, maar op de meeste plaatsen, met name de kustprovincies, blijft het waarschijnlijk droog. Dinsdag en woensdag, dan echt natte dagen met een temperatuur rond 8 graden. Vooral dinsdag en woensdagochtend kan er op sommige plekken veel regen vallen. Vanaf donderdag dan wordt het geleidelijk beter en zoekt de temperatuur langzaam weer de dubbele cijfers op. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl